NEC, Uniek Sporten en de Sint Maartenskliniek slaan de handen ineen en zijn gestart met een NEC-parateam. De drie partijen starten een team voor mensen met een amputatie en of een lichamelijke beperking. Het NEC-parateam bestaat uit 10 personen die zowel bij de Sint Maartenskliniek als bij NEC actief gaan zijn. Nou ja, dat zijn dus mensen met een handicap en aangepast sporten. We hebben natuurlijk al meerdere teams, we hebben ook de Old Stars. En zo proberen wij toch mensen in het Rijk van Nijmegen in de stad in beweging te krijgen. Parateam hadden we nog niet. Het is een ontwikkeling in Nederland die gestart is. En daar willen we eigenlijk als NEC altijd wel snel onderdeel van uitmaken als we daarin kunnen springen. En met een aantal partners uit de regio hebben we een half jaar bij elkaar gezeten. En dat is hartstikke mooi dat je nu het eerste parateam kan samenstellen. Ja, voetbal is een onderdeel, maar het is vooral mensen in beweging krijgen. Dat is ook een beetje ons doel met NEC maatschappelijk. Hè, wat we op meerdere terreinen doen. We hebben uitgerekend dat we gemiddeld zo'n 25.000 mensen in beweging krijgen per jaar met al onze maatschappelijke projecten. Nou, dit was een onderdeel wat nog niet ingevuld was. En ze gaan allerlei sporten doen. Ze hebben een eigen coach. En op meerdere terreinen zullen ze zich ontwikkelen. Dus niet alleen sporten, maar ook samen zijn. En natuurlijk met elkaar ook communiceren hier door de week. Er is vrij weinig te doen eigenlijk als je een onderbeen mist. En je gaat op zoek naar wat allemaal mogelijk is. Dan valt het best wel wat tegen. En ik wilde gewoon bewegen. Nou, wij gaan met z'n tweeën, Johanneke en ik, gaan het parateam begeleiden. En wij gaan dus mensen uitdagen om verschillende sporten te doen. Om zo uiteindelijk te kijken van welke sport past bij die mensen en wat vinden ze echt leuk. En waar kunnen ze in de toekomst verder mee? Ja, ik heb een onderbeenprothese, dus ja. En ik kan alleen maar lopen met krukken. En zonder krukken gaat het niet. Ja, je zit in een rolstoel en je moet toch in beweging blijven. Kijk, en dan is dit ideaal. Ja, en dan kan ik eindelijk kijken wat voor sport ik eigenlijk wil gaan doen.